Goedenavond, dames en heren. Minister Van Ardenne van Economische Zaken gaat de bewindvoerder van het concern Rijnschelde-Verolme vragen om de overlevingskansen van de vier bedrijven die er het slechtst aan toe zijn met voorrang te onderzoeken. Dat zei hij vanavond in de Tweede Kamer. In Den Haag, Gerard van der Wulp. De regeringsfracties van CDA en VVD drongen er vanavond bij minister Van Ardenne op aan die vier bedrijven nog een kans te geven. Een kans om aan te tonen of delen ervan nog kunnen voortbestaan. Minister Van Ardenne liet vorige week weten deze bedrijven helemaal geen overheidssteun meer te willen geven en dat hield hij vanavond vol. Maar hij zei wel zijn best te willen doen dat er met spoed wordt onderzocht of delen van deze bedrijven, met steun van bijvoorbeeld banken, nog toekomst hebben. Een voorstel van het PvdA-Kamerlid Van der Hek om deze vier bedrijven nog een maand overheidssteun te geven, krijgt geen steun van de Kamermeerderheid. Minister Van Ardenne zei dat hem dat 40 miljoen gulden zou gaan kosten en hij zei niet te weten waar hij dat geld vandaan moet halen. Het Israëlische kabinet heeft vanavond in principe besloten het rapport van de commissie Kahan te aanvaarden. De hoge Israëlische functionaris die dit bekend maakte zei dat minister van Defensie Sharon echter nog niet heeft aangegeven of hij zal aftreden, zoals de aanbeveling is van de commissie. Sharon wordt indirect verantwoordelijk gehouden voor het bloedbad vorig jaar in de Palestijnse kampen Sabra en Shatila. Eerder zei minister Sharon hier vlak na het kabinetsberaad dat hij niet uit zichzelf zal aftreden, maar hij zei erbij dat hij het premier Begin niet kwalijk zal nemen als die hem ontslaat. Verhitte gemoederen vandaag in Israël. Demonstraties waren er legio, door mensen die voor Sharon zijn, die het onzin vinden dat hij aftreedt. Maar vooral ook tegen Sharon. Sommigen vinden dat niet alleen Sharon weg moet, maar de hele regering Begin. Het Israëlische kabinet komt morgen opnieuw bijeen. 96 horecabedrijven in Den Bosch sloten vanavond om 6 uur de deur uit protest tegen het beleid van de gemeente ten aanzien van horecaactiviteiten van sportkantines en buurthuizen. De caféhouders vinden dat er te veel oneerlijke concurrentie is. De druppel die de emmer deed overlopen was het verlenen van een horecavergunning voor de komende carnavalsdagen voor een theatercafé in de binnenstad van Den Bosch. Voor de leden van de Bosse Horeca Belangenvereniging een schoolvoorbeeld van oneerlijke concurrentie. Om blijk te geven van het ongenoegen over deze zogenoemde paracommerciële activiteiten, besloten alle leden van de Belangenvereniging vanavond de deur dicht te doen. Die actie wordt vanavond gehouden omdat wij 8 jaar opgekropte woede willen spuien. En die wordt gehouden vanwege het feit dat wij vinden dat we door ons gemeentebestuur als qua jongens worden behandeld. Hoe verschilt dat nou per jaar aan inkomsten, die paracommerciële bedrijven? De paracommerciële omzetten schelen in Den Bosch alleen 2 miljoen gulden per jaar. Landelijk is het een bedrag van 2 miljard per jaar. Dames en heren, daar is het. Het is 6 uur, het is de hoogste tijd. We gaan sluiten vanwege onze actie. Na de carnavalsdagen zal de Belangenvereniging een gesprek hebben met de gemeente Den Bosch. De Amsterdamse gemeenteraad wil dat bij gelijke kwaliteiten van sollicitanten voor de functie van burgemeester een vrouw wordt benoemd. De raad nam vanavond een motie van die strekking aan in een debat met de commissaris van de Koningin in Noord-Holland over de op handen zijnde benoeming. Commissaris De Wit is het eens met het standpunt. De huidige burgemeester Polak zal zijn ambt eind juni neerleggen. Dan de weersverwachting geldig tot morgenavond. Vannacht opklaringen, minimumtemperatuur van min 4 tot min 8 graden en plaatselijk vorming van mist. Morgen overdag wolkenvelden, maar ook af en toe zon. Middagtemperatuur rond het vriespunt. Een zwakke noordoostenwind. De weersvooruitzichten voor vrijdag tot en met maandag, opklaringen en overwegend droog. Lichte vorst tot temperatuur om het vriespunt. Het nieuwsoverzicht nu. Begin volgend jaar zal via de Europese satelliet ECS een derde Nederlandse net te ontvangen zijn door mensen die op de kabeltelevisie zijn aangesloten. Het programma zal worden verzorgd door de NOS. Minister Brinkman heeft dit bekendgemaakt. Hij wil de machtiging niet geven aan de commerciële organisaties die zich voor een kanaal op de satelliet hadden aangemeld. Het programma van de NOS gaat via de satelliet rechtstreeks naar de schotels van de kabelnetten en niet, zoals tot nu toe gebruikelijk, via de steunzenders. Op het derde Nederlandse net komen waarschijnlijk Eurovisie-uitzendingen, herhalingen en gezamenlijke Europese programma's. De werkloosheid is in januari verder gestegen.
Er kwamen 11.500 nieuwe werklozen bij. Eind vorig jaar hadden 644.000 mensen geen werk. Met 11.500 erbij komt het nieuwe werkloosheidscijfer op 655.500. Het ministerie van Sociale Zaken is echter begonnen met een nieuwe telmethode. Daardoor krijgen we er in één keer 120.500 werklozen bij en telt Nederland dus nu officieel 776.000 werklozen. Verplicht schoolzwemmen hoort gratis te zijn omdat lager onderwijs in beginsel ook niets kost. Dat is de kern van de uitspraak van de Utrechtse rechtbank in een kort geding. Het geding om het schoolzwemmen was aangespannen door een moeder van twee kinderen in Harmelen die weigerde de door de school gevraagde bijdrage te betalen. Omdat zwemmen in Harmelen in het schoolpakket zit, moet de gemeente dit ook betalen. Hier eindigt dit journaal. Dames en heren, goedenavond.